De centrummanagers van Wijchen en Druten leggen per direct hun werk neer. De gemeenten zouden te veel vragen binnen te weinig uren. En verder in het nieuws vandaag, 3 jaar cel en tbs geëist voor mishandelen agent tijdens jaarwisseling in Nijmegen. De oude ingang Goffertstadion 25 jaar buiten gebruik, maar nu weer zichtbaar. De centrummanagers van Wijchen en Druten stoppen ermee. De emmer stroomde over en dus is het genoeg geweest. Beide dames hebben per direct hun functie neergelegd. De centrummanagers van Wijchen en Druten stoppen ermee. De emmer stroomde over en dus is het genoeg geweest. Beide dames hebben per direct hun functie neergelegd. Miranda Rosmalen, centrummanager Druten, heeft niet gereageerd op haar vertrek bij het centrummanagement. Rosanne Pak, centrummanager Wijchen, was vandaag niet in de gelegenheid om voor de camera te reageren, maar heeft schriftelijk gereageerd. Dat er nu 2 centrummanagers stoppen in de regio verbaast mij niet. Het beroep centrummanager is een relatief nieuw beroep. Aan de ene kant is het een leuk en afwisselend beroep omdat je allerlei verschillende werkzaamheden doet, maar dat kan het ook hectisch maken, vertelt Rosanne Pak. Nu er veel verandert in de winkelgebieden en deze ook onder druk komen te staan, merk ik dat het beroep van centrummanager steeds zwaarder wordt. Dit alles bij elkaar is voor mij een reden om te stoppen. Niet omdat ik mijn werk niet meer leuk vind, maar omdat ik mezelf aan het voorbijlopen ben. De centrummanagers zouden te veel taken en te weinig toegewezen uren hebben om deze taken te voltooien. Ook wordt er genoemd dat de centrummanagers een te laag uurloon krijgen voor wat er van hen verwacht wordt. We spraken ook een winkelier uit Druten over het vertrek van de centrummanager. Ik vind het jammer dat de centrummanager stopt omdat de centrummanager een belangrijke rol speelt binnen de gemeente. Zo organiseert ze activiteiten die wij winkeliers zelf niet kunnen, vertelt de winkelier. 3 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat eist het Openbaar Ministerie tegen een 24-jarige man die verdacht wordt van zware mishandeling op een agent in Nijmegen tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht. Bij de rechtszaak in Arnhem waren dinsdag tientallen agenten aanwezig. De hevig toegetakelde agent is nog lang niet hersteld. Wanneer verdachte en zijn vriendin ongegeneerd ruzie met elkaar aan het maken zijn en zij hem aanvliegt, grijpt in. Een tussenkomst die hij heeft moeten bekopen met een explosie aan geweld. Het gebeurde vlakbij een horecazaak in de Betouwstraat in het centrum van Nijmegen. Op de videobeelden is te zien dat de vriendin van de verdachte hem stevig wegduwt. Op dat moment komt de agent in beeld die hey roept en de vrouw van achter om de nek vastgrijpt om haar weg te krijgen. Vrijwel direct bewusteloos geslagen zien we op de beelden naar de grond gaan en verdachten er bovenop duiken. Om vervolgens door het dolle heen verder te gaan met het toepassen van grof geweld. Vrijwel direct geeft de verdachte de agent een harde klap in het gezicht waardoor hij op de grond valt. Door de aanval raakt hij zwaar gewond. Hij liep onder andere een gebroken kaak en een hersenschudding op. Dat we achter hem staan, ook al is het al een tijd geleden, maar we vergeten niet, maar ook inderdaad om uit te stralen van dit mogen we nooit accepteren als samenleving. De verdachte heeft net een kindje gekregen. Hij is al vaker veroordeeld, vertelt de rechter. Zo is hij in het verleden al veroordeeld voor mishandeling van zijn vriendin, het stelen van bankpassen en beledigen van politieagenten. Tot op de dag van vandaag, een agent die misschien niet meer kan terugkeren op zijn werk. Echt heftig, echt ook vreselijk dat gebeurd is. 3 jaar dat de kneuzing van het hersenweefsel ernstig is. Tom en Els Bakker mogen na 23 jaar definitief niet meer terugkeren in hun woning in Elst. Het echtpaar werd 4 jaar geleden al uit hun huis gezet omdat hun woning alleen recreatief gebruikt mocht worden. Iets wat de Bakkers niet wisten toen ze het huis betrokken. Een laatste poging bij de Raad van State is nu gestrand. De slepende woningaffaire kent zijn start aan het begin van deze eeuw. Het echtpaar Bakker koopt een 80 jaar oud pand aan de Rijksweg Zuid in Elst in 2001. Het gaat om een voormalig bedrijfswoning van een fruitteeltbedrijf. Het bedrijf is er niet meer, maar de bedrijfswoning staat er nog. Meer uitleg rondom de afweging van de Raad van State is te vinden op onze website rn7.nl. Het kabinet onderzoekt of de komst van Mohammed Khatib, een spreker voor Sami Doen, naar Nederland mag doorgaan. Dat bevestigt minister Van Wil van Justitie en Veiligheid aan de NOS. Khatib is woonachtig in België en houdt komende maandag een seminar in Nijmegen op uitnodiging van medewerkers van de Radboud Universiteit. Dat meldt de NOS.
Katip was afgelopen juni ook uitgenodigd. Toen grepen burgemeester Bruls en het bestuur van de universiteit in vanwege veiligheid en de kans op onrust. De seminar werd toen verplaatst naar een parkeerplaats. Volgens inlichtingdiensten is Samidoun verbonden met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, dat onder andere in Nederland op de lijst van terroristische organisaties staat. Op dit moment kijken de NCTV en de IND ernaar. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of eerdere uitspraken van Katip via het Nederlands recht strafbaar zijn en of er kans is op ordeverstoringen. De gemeente West Maas en Waal gaat samen met de gemeente Maasdriel en Zaltbommel de opvang van vluchtelingen verdelen in hun regio. Hiervoor hebben de gemeenten al begin 2024 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze afspraken worden nu concreter gemaakt omdat alle gemeenten hun opvangplannen aan de provincie moeten voorleggen. In een gezamenlijke brief aan de waarnemend commissaris van de Koning van Gelderland hebben de drie gemeenten laten weten hoe zij de opvang willen verdelen. De gemeente West-Maas en Waal is op zoek naar een locatie voor de opvang van 150 tot 180 vluchtelingen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de opvanglocaties precies open zullen gaan en waar ze zullen komen. De drie gemeenten zijn daarom op zoek naar geschikte locaties voor asielopvang en voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Echt koud is het nog niet, maar het is zeker geen weer meer voor ijsjes. En dus hebben veel ijssalons de deuren alweer gesloten. Maar niet allemaal. Een enkeling heeft een creatieve oplossing gevonden om toch de winkel open te kunnen houden. Zoals Droomijs in Nijmegen. Waar je hier in de zomer vanille of aardbeiijs vindt, is de vitrine nu gevuld met heerlijke winterkost. We maken alles vers in Beuning in onze keuken en we verkopen het hier. De maaltijden worden bereid in de keuken van stampelchef Eco. Ja, die bijnaam die heb ik sinds enkele dagen erbij gekregen, inderdaad. Ik ben nu de stamppot aan het verpakken, klaar voor transport. Ja, dat moet natuurlijk ook even secuur gebeuren. We zitten hier in een wijk natuurlijk, veel jonge gezinnen, een druk leven, sporten, werk, school. Dus we hopen hiermee eigenlijk de voedzame maaltijd in een gat te stappen die er nog niet was. Maar de vraag is, eten klanten liever uit een bakje of uit een ijshoorntje? Alles in bakjes. Maar als mensen het graag in een hoorntje willen, dan maken wij er een mooi bolletje van. Wie tegenwoordig een rondje om het Goffertstadion loopt, ziet ineens een deel van het oude stadion. Het gaat hier om een oude toegangspoort van het stadion die toegang gaf aan de Oosttribune. De ingang werd voor het laatst gebruikt in 1999, voordat het huidige stadion werd gebouwd. Supporters van HK en Eastside hebben het afgelopen weken na jaren eens onder handen genomen en de oude ingang weer zichtbaar gemaakt. Nou, idee had ik eigenlijk al een paar jaar. En er zijn meerdere jongens die wel van de oude dingen, ja, die dat mooi vinden. Onder andere de Hazekamppoort en het torentje, dat soort dingen rondom de Goffert. Zelfs oude toilethoeken die er waren. Dat soort dingen, ja, dat vinden wij mooi. En dit is eigenlijk het enige wat er nog een beetje van over is. En aangezien het ook eigenlijk onze oude ingang is aan de oostkant, waar Eastside ontstaan is. Ja, vonden wij als HK en Eastside eigenlijk wel dat we dit weer in ere moeten herstellen. Zeker omdat het 50 jaar bestaan van Eastside eraan komt. Bij het zien van de oude toegangspoort komen bij veel mensen weer herinneringen naar boven. Ja, zover ik hoor wel. Toen ze hier bezig waren, kwamen zelfs mensen langs en zeiden: oh, staat hier die poort nog? Hier ben ik als jong mannetje, konden we voor één gulden konden we naar binnen. En, of dit supposed die knipoogde en die liet je dan binnen. Dus dat soort verhalen, die kreeg je al te horen. En dat je met je zoon daar, oudere mensen die met de zoon nog daarheen zijn gegaan. En ja, dat zijn wel leuke dingen om te horen. Een deel van de trap en de poort zijn nu zichtbaar. Maar wat is nu uiteindelijk het doel voor de toegangspoort? Ja, het plan voor ons is eigenlijk het 50-jarige Eastside tot we toch weer een icoon van de oude Goffert terug hebben. Dat is voor namens de Eastside is dat. Maar er zijn ook enkele jongens die gewoon vinden dat dit gewoon echt, ja, dat hoort gewoon terug. Dit moet een monument worden. Ja, NEC vindt het geweldig. Ze vonden het niet zo leuk dat wij zelf even de bomen meteen hier gesnoeid hebben. Maar NEC wil hier ook iets mee. De trappen herstellen en alles weer in oude glorie terugbrengen kost veel geld. Geld dat er nu niet is. Ja, dat weet ik wel zeker. Ik denk zo'n trap opnieuw inmetselen, beton eronder. Dat is denk ik niet goedkoop. Ik weet eigenlijk nog niet wat het gaat kosten. We zijn met offertes bezig. We kunnen met crowdfunding en dat soort dingetjes doen, maar dat is altijd maar de vraag hoe dat zich gaat ontwikkelen, zullen we maar zeggen.
Uiteindelijk zou het mooi zijn als deze oude toegangspoort verwerkt gaat worden in het nieuw te bouwen stadion. Dan loop je weer onder de oude poort door het nieuwe stadion binnen. Ja, er is geloof ik een gezegde met Young City, Old City, Young Vibe. Nou, ik denk dat dit al een perfect voorbeeld daarvoor is. Dus de gemeente kan er eigenlijk niet onderuit. Ze hebben het zelf verzonnen, dus dit is het mooiste voorbeeld wat er is. De dichte mist van vandaag bleef nog lang hangen, waardoor er toch een wat sombere woensdag ontstond. Wel bleef het droog en in de loop van de middag verdween de mist langzaam uit beeld. Morgen kan de dag opnieuw mistig van start gaan, maar dan klaart het sneller op en kunnen we genieten van een zonovergoten najaarsdag bij zo'n 16 graden. Vrijdag gaat het kwik nog wat verder omhoog, maar zaterdag wordt het wederom zo'n 16 graden. Wel neemt de kans op een bui weer toe, hoewel er ook voldoende ruimte blijft voor mooi najaarsweer. Dit was het RN7 Regio Nieuws van woensdag 23 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. De uitzending terugkijken kan altijd via ons YouTube kanaal RN7 Online. Daar zijn ook al onze andere programma's terug te vinden. We zijn er morgen weer, dus graag tot dan.